Wij voeren heel veel politiek met het hoofd, maar mensen hebben ook behoefte aan politiek met het hart. Dus... Um, uh, in, politiek is een strijd om waarde. Mensen mm. willen zien dat je knokt voor de dingen die je belangrijk vindt. En dat wil ik uh, de komende tijd dus ook meer gaan laten zien. Voor mij persoonlijk uh, geldt dat Hans Velbrief een goed voorbeeld is van hoe het wel kan. Hij zegt vaak: uh, Politiek moet je bedrijven met een luisterend oor. Dus niet overal waar je komt maar meteen een antwoord paraat hebben. dat je dan bij iedereen erin wil gaan zenden. Je mag soms ook gewoon bij iemand aan tafel gaan zitten, een uur lang luisteren en dan zeggen. Ja, dank voor uw verhaal. Ik heb ook nog niet de oplossing, maar ik ga er wel mee aan de slag. En dat heeft u te weinig gedaan? Nou, ik denk dat, dat überhaupt politiek Den Haag dat te weinig doet. Want we zijn heel ja, maar druk We hebben het te... nu over u. Nee, maar dus wij uh, kunnen dat ook beter doen. Ik denk dat Hans dus laat zien in Groningen hoe het uh, kan.